Ook het waarom VVV? Omdat het een geweldige club is. Ja. Nee, je was in wezen met voetbalpensioen, leek het. Je zat als technisch directeur en ja, had in het verleden al gezegd van trainen, dat ambieer ik niet meer. Ja, nou, dat klopt. En soms moet je wel eens van dingen afstappen, andere zaken gaan ondernemen om te voelen waar je ware passie ligt. En dat is bij mij ongeveer een half jaar geleden gaan spelen. Dus dat, terug op het veld, dat borrelde alweer. En daar was ik alweer over aan nadenken. En dan was dit een prachtige club om dat te doen. Opvolger van een trainer die immens populair was, die ook bepaalde goede resultaten heeft behaald. Ja. Hoe kijk jij tegen zijn visie aan en hoe ga jij daarmee om? Ja, fantastisch. Ik vind dat Maurice hier geweldig werk geleverd heeft. Ik gun hem ook enorm die overstap. En ik vind het ook mooi dat ik hem op mag volgen. Ik vind het een uitermate knappe prestatie wat VVV gedaan heeft de afgelopen jaren. Goed, relatief makkelijk gehandhaafd in de Eredivisie. Dus het zal een klus worden om hem goed op te volgen. Aan de andere kant, met mijn ervaring, ik heb het natuurlijk wel eens eerder klussen gedaan. Gaan we daar volle bak voor werken met een mooi team. Een nieuw team, veel nieuwe spelers. Hier samenwerken met Stam, wat van al die jaren geleden. Samenwerken met Raymond Liebrechts weer, na al die jaren. Leuke dingen. Ja, nee, ja, absoluut. Ook met Marco. Als ik hier kwam voelde ik me altijd enorm welkom en thuis. Voor mijn werkzaamheden voor Fox. Of als ik hier aan het scouten was als technisch directeur van Almere. Naar spelers kijken. Ik heb het hier altijd heel fijn gevonden. Met de mensen die bij de club werken. Het is een gemoedelijke club. Het is ook wel een club waar winnen ook belangrijk is. Hè? Daar ben ik ook wel van. En nogmaals. Een goed team en met Stam heb ik heel fijn samengewerkt. Met Raymond Liebrechts werk ik al door de jaren heen. Af en toe zijn we elkaar even een paar jaar kwijt, doordat we bij verschillende klussen aan het werk zijn. Maar nu weer bij elkaar en wij vullen elkaar mooi aan. Wat is je persoonlijke doelstelling voor komend seizoen? Nou, die hebben we gezamenlijk afgesproken. Dat is handhaven. Proberen om Maurice waardig te vervangen. En ook proberen om het spektakel te brengen wat we kunnen brengen. Ik zeg net al, nieuw elftal. Ook wij zullen daaraan aan moeten gaan kijken hoe we dan dat gaan doen in de voorbereiding. Hoe gaan we precies spelen? Waar gaan we de accenten leggen? Dat zal moeten groeien. Maar we zullen zeker kijken om ons zo snel mogelijk veilig te spelen. Het is niet zo dat je nu al een bepaald tactisch plan in gedachten hebt? Hoe je ja, uiteraard. Uiteraard heb ik dat ook met Stam besproken. Zo groot zullen de verschillen niet worden ten opzichte van vorig jaar. We zijn VVV, een bescheiden club. Maar wel een club waar heel veel enthousiasme is en waar heel veel kan gebeuren. Maar qua speelstijl zal daar niet ongelooflijk veel in veranderen. Maar uiteraard met een nieuwe groep zal je details aan moeten geven hoe je het anders kan doen. Uiteraard. Niet onbelangrijk. Wie is dein Deutsch? Ganz gut. Kein probleem. Ik ben 3 oder 4 Jahre Skilehrer gewesen in Deutschland und auch in Österreich. So, ich kann mir auch noch ein bisschen Österreichs Akzent annehmen. So, das geht schon gut.